Je moet het maar durven. Op een podium gaan staan en grappen maken. 6 halve finalisten gaan de strijd aan om de finale te bereiken van Kamaretten, de cabaretwedstrijd van Nederland, die jaarlijks plaatsvindt in Rotterdam. En in het programma Keihard Lachen maken we kennis met die kandidaten. Vandaag Andries Toenroe, een sportieve en energieke cabaretier. Hey Andries, ik wil eigenlijk even beginnen met de Erasmusbrug. Ja. Want jij bent geen Rotterdammer. Nee, klopt. Maar die brug die ken je inmiddels, hè? Die ken ik vrij goed, ja. Vertel. Ja. Nou, elke keer als ik in Rotterdam moet zijn, dan op magische wijze stuurt mijn Google Maps me altijd over de Erasmusbrug. En ik ga altijd met de OV-fiets. Dat is een fiets zonder versnellingen. Dus ik ken die brug vrij goed, ja. Dat is een beetje mijn nemesis van Rotterdam. Je hebt hem al vervloekt dus ook. Ja, behoorlijk, ja. Is die mooi? Want dat willen we dan wel even. Wij zijn trotse Rotterdammers, ja, nee, hè? Het is wel een geinig ding natuurlijk. En ja, het voldoet. Je kan er van de ene kant naar de andere kant. Dat is een prima ding. Alleen vrij pittig om te beklimmen. En de OV-fiets, dan ga je gewoon Rotterdam Centraal? Ja, dat is een ideaal systeem. Dan pak je zo'n fietsje en dan kan je overheen. En ja, ik snap dat jij aan deze kant van de brug moet zijn, want Kamaretten. Ja, en het nieuwe Luxor. Ja. Vertel eens even, waarom doe je mee aan Kamaretten? Ja, al mijn grote helden hebben ooit Kamaretten gedaan. Dus dan, als je in dat rijtje wil komen, dan moet je natuurlijk al meedoen. En vertel eens, wie zijn die helden? Daniel Arends, Erik van Souwers, Comilfo, eigenlijk iedereen, Ronald Goedemond, die ik echt, echt heel gaaf vind, die heeft ooit in Nieuw Luxor gestaan. Dus dan wil ik daar ook. En ja, je bent er inmiddels ook geweest. Het is ook een prachtig theater. Ja, het is fantastisch. Heel imponerend. Zo, enorm groot natuurlijk. Kijk, ik speel nu vooral in kleine zaaltjes, stand-up podia, huiskamers soms. En dan straks daar voor een mannetje 1500. Dat zou ik wel vertekenen. Dat is pittig, hè? Ja. Hey, en vertel eens, want ja, op een gegeven moment heb je besloten, ik wil dit gaan doen. Ja. Waar komt dat vandaan? Wanneer heb je dat besluit genomen? Nou, voordat ik dit ging doen, deed ik nog een echte studie met baankans en zo. En toen, verstandig. Ja, precies. Ja, dat was heel de verstandige keuze. Ja, toen ik van de middelbare school kwam, twijfelde ik van wil ik cabaret doen of naar de universiteit. En uiteindelijk toch de verstandige keuze gemaakt en binnen no time achtergekomen. Nou, dat moet ik niet doen. Hetgene waar ik echt, echt gelukkig van word is op het podium staan en mijn verhaal vertellen. En dat ben ik toen gaan doen. En dat heeft allemaal geleid tot dit moment. Ik ga je wat van Rotterdam laten zien, dat snap je. Dus wij gaan gewoon rustig wandelen. Heel spontaan is dat. Zo werkt dat, blijkt je verder. En wil jij dan eens even vertellen hoe dat werkt? Want ja, ga je dan zitten? Ga je met papier aan de slag? Ga je onder de douche staan? Hoe werkt het? Nou, wat het vooral is dat je altijd eigenlijk met een soort derde oog naar je eigen leven kijkt. Dus als ik ergens ben of iets doe of iets meemaak of ik denk dit is heel grappig, dan is het gelijk de reflex om te denken, oh, hier zit materiaal in. Het is een soort helikopterview waarbij je steeds jezelf bekijkt. Ja, je bent een soort narrator van je eigen leven en dan ga je inderdaad echt heel ambachtelijk zitten om dat uit te werken. Want ik vind dat wel interessant. Is humor nou echt wetenschap? Kan je dat in elkaar zetten, zeg maar? Of is het ook voor een groot deel gevoel? Ik denk dat het voor een groot deel gevoel is, ja. Net zoals dat jij in de kroeg grapjes zit te maken met je vrienden. Dan moet je daar gewoon een bepaalde feeling voor hebben. Maar aan de andere kant, als jij die grap goed formuleert of goed vertelt, dan wordt het toch een stuk beter. Ja. Dus het is een beetje van beide. Maar ik denk vooral gevoel, ja. Maar je moet op een gegeven moment ga je wel op zo'n podium. Dus dan weet je ook dat een zaal wel of niet reageert. Dat heeft veel met timing te maken, denk ik. Of de plek waar je speelt. Enschede. Enschede is niet... Nee, we hadden daar de eerste try-out. En toen was het allemaal nog heel, heel pril wat ik aan het maken was. Dus toen... dat was niet mijn beste optreden ooit, denk ik, Hans. En hoe zit dat dan? Ja, het is... Dan ben je gewoon nog aan het experimenteren. Ja, we hadden net workshop weekend gehad. Dus dan gaan de regisseurs naar kijken en die gooien alles weer overhoop. En die... de volgorde verandert, stukken gaan eruit, nieuwe stukken moeten erbij. En de dag daarna, op de maandag, hadden we gelijk try-out in Enschede voor, ik denk, een man of 12. Oeh. Ja, dat is ook wel de plek waar je wil zijn dan. Ja. Want dat workshop weekend, veel mensen weten dat niet, maar alle halve finalisten van Kamaretten die krijgen de kans om echt te slijpen aan hun programma. Ja. Hoe ziet dat weekend eruit? Ja, we zijn met 6 deelnemers natuurlijk. En er zijn 3 regisseurs, dus 2 per regisseur. Ga je gewoon werken, sessie van 2 uur. Dan word je met de opdracht weggestuurd. Van nou, ga maar, maak maar even een nieuwe scène over dit of dat. En dan 2 uur later kom je terug en weer 2 uur zitten. En dat 2 dagen lang.
gevangenis, als je die gevangenis, wat je hoofd is, het, zeg maar de ruimte van maakt, dat ik dan zie hoe jij met al je gedachten, met al je vluchten en vechten, dan is het welkom in mijn hoofd. En dat is altijd interessant. Ja. Ja. Want als we hebben het hele probleem, je komt er niet al denkend achter. Maar kan jij je nog, vast wel, maar wat was jouw eerste keer dat je echt op een podium ging staan? Ik weet nog dat een vriendin van mijn moeder, die gaf een soort huisfeest, housewarming-achtig ding. Toen was ik 5 of zo. 5? Oké, ja. En in de auto daarheen hadden we een hele act bedacht, mijn moeder en ik, over hoe ik het cadeau zou geven. Mm. Dat is een heel gek verhaal over hoe ik aan het cadeautje kwam. En ik stond dat verhaal te vertellen. Ik merk, en iedereen moet lachen en iedereen vindt het gaaf. En ik kreeg applaus. Ik dacht, hè? Het is gewoon iets wat ik bedacht heb net. En dat heeft nu een effect op mensen. Ja, dat vond ik toen wel echt een heel magisch gevoel. Dat heb ik eigenlijk ook maar gestopt. Dus je bent eigenlijk op je 5e begonnen met letterlijk optreden. Tussen de schuifdeuren heb ik toen het eerste optreden gedaan. Ja. Ja. En het eerste optreden echt voor het publiek, zeg maar. Dat je op een gegeven moment echt op zo'n podium gaat staan. En, ja, ik heb eigenlijk altijd alle kansen die ik kreeg om mee te doen met schoolmusicals of bonte avonden, heb ik wel altijd aangegrepen, ja. Dus je bent wel altijd op zoek een beetje geweest naar die spotlight. Ja, zeker. Ja, ik denk dat je toch een beetje een aandachtszoeker moet zijn voordat je denkt, nou, ik ga wel straks voor 900 man in het Oude Luxor staan. Ja, daar heb je wel een punt. En de eerste keer dat je echt stand-up deed of comedy? Nou, ik heb nu de Koningstheateracademie gedaan. Dus dat is de Academie van Cabaret in Den Bosch. En eigenlijk, toen ik daar in het 4e jaar, afstudeerjaar zat, ben ik veel gaan try-outen. In stand-up podia ook, ja. Dus dat is dan nu 3 jaar geleden. En dat is dan gewoon in een kroeg? Ja, variërend. Ja. Dus je hebt echt wel comedycafés en zo, stand-up plekken. Maar ook zomaar een cafeetje die ook weer eens een keer wat met comedy doet tussen de bingo en de pubquiz door. En als daar je verhaal overeind blijft, tussen de stamgasten die in principe geen interesse hebben, maar ja, toevallig was er comedy de avond, dan gaat het voor 900 man die betaald hebben om te komen en zin hebben om om te horen wat je te vertellen hebt, gaat het zeker bij. Nou ja, is dat belangrijk? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je ook op plekken komt waar mensen min of meer niet op cabaret zitten wachten. Of dat het heel, nou ja, dat het heel moeilijk is om zo'n zaal te raken. Ik ben ooit geboekt voor, ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik het zeg, maar voor de schaakvereniging van Soerendonk. Soerendonk? Ja, toen stond ik in de TL-verlichte kantine van de schaakvereniging. En ze dachten dat ze gingen paintballen. En toen stond ineens deze dude hier onversterkt voor 25 man tussen de lunch en de gourmet een keer 3 kwartier aan grappen te vertellen. En? Ja, dan moet je zorgen dat het ergens overeind blijft. En wonder boven wonder lukte dat redelijk. Maar daar word je heel lenig van, dus dat is heel fijn. Als je moet dan contact maken met die mensen. Je moet dat verhaal vertellen aan die mensen. Ja. En als je ziet dat mensen afhaken, je kunt hetzelfde blijven doen, maar je moet aanpassen. Het is een dialoog. Dat is heel stom, want ik ben de enige die lult. Maar in principe is het natuurlijk een dialoog. Ja. En als je dat niet aanvoelt, ja, dan kun je het goed niet doen. Nou, en ik wil meer, ik wil meer. Ik wil Carré, ik wil de Ziggo Dome. Weet je, ik wil posten met mijn kop erop. Met onder dan quotes uit lovende recensies, dat wil ik. Ja, ik heb mijn eerste recensie binnen. Het NRC kwam kijken. En ik kan nu op mijn poster zetten dat ik vergeleken word met Theo Maassen en Jochem Meijer. Ja, dieptepunt van de avond is het optreden van Andries Toenhoek. Het aan het publiek voorschotelen van dit staaltje ronduit walgelijke en platvloerse entertainment, want het woord cabaret durven wij in deze context niet in de mond te nemen, is een groteske belediging aan het Nederlandse cabaretpubliek. Zeker in vergelijking met toppers als Theo Maassen. Maar het staat op mijn poster, hè? Met daaronder dat ik in 4 andere kranten 5 sterren kreeg. Ja, eentje in de Volkskrant, de Trouw en de Parool, 2 sterren in de Telegraaf. 5 sterren, mij pakken ze niet. Maar haal je dan wel ook, als je naar die anderen kijkt, dingen eruit voor jezelf? Of ja, zeker. Maar zit je dan van, ook? Wat doet hij nou? Ja, je zit wel vakmatig te kijken. Ja, zeker. Ja. Ja, je hebt ook een soort beroepsdeformatie natuurlijk, dat je nooit meer denkt, oh lekker, we gaan even een cabaretshow kijken. Ja. Dus je zit altijd toch zo van, hoe bouwt hij dat verhaal nou op? Wat is er nou met zijn toon dat het zo goed gaat? Ja. En ben je dan ook altijd veel gegaan, zeg maar, naar theaters om te kijken? Of veel tv? Of? Nee, eigenlijk wel mee. Het is niet dat ik uit een heel theaterbezoekend nest kom of zo, maar ja, in de loop van dat ik dit ben gaan doen, ben ik natuurlijk wel veel gaan kijken. Zeker op de Koningstheateracademie. Ja, ja, dan is het ook gewoon je les dat je... Precies, je zit gewoon 3 avonden in de week naar theater. Nee. Hele goede dingen, hele slechte dingen. Ja? Ja? Ja, tuurlijk. Wat vind je slecht? Gaan we maar niet over hebben. Hé, jammer. Ja, ja. Nou oké, wat vind je goed? Ook internationaal gezien. Heb je internationale helden? Ja, Louis C.K. vind ik bijvoorbeeld te gek. Daar kan ik blijven luisteren. Dat is
Het is zo goed. Het gaat over de hele... Ja, het ligt nou een beetje gevoelig. Ja, het ligt vrij gevoelig. We zitten bij deze opnames precies in de MeToo-hype, waarin Louis C.K. ja, min of meer ontmaskerd is als openbaar masturbator, hoe moet ik het zeggen. Ja. Maar goed, zijn humor is natuurlijk wel... Nou ja, wat ik er gaaf van vind is, het gaat eigenlijk ook over dat soort dingen. Het gaat over de duistere krochten van zijn ziel en hoe hij daarmee omgaat. En eigenlijk de gedeeltes van ons die we vooral willen verbergen, daar heeft hij het over. En er komt ook heel veel humor uit. Dus dat vind ik echt... Ja, het is natuurlijk lekker als zo'n cabaretier durft snoeihard te zijn. Ja. En inderdaad ook dingen bespreekbaar maakt waarvan je eigenlijk denkt, nou... Ja, het is eigenlijk heel eerlijk. Het is niet hard om het hard zijn. Nee. Maar het is echt, het is een heel heldere analyse van wat nou eigenlijk mens een mens maakt. Alleen dan is het heel grappig en heel emotioneel en heel eerlijk. Ja, maar ja, jeetje, als je dan zo ontmaskerd wordt, of ontmaskerd, ja. Ja. Wat denk je dat er gebeurt met hem nu? Ik weet het niet. Ik denk, nou, we zullen het zien. Hij heeft een hele grote excuusbrief gemaakt. En het is natuurlijk ook niet Bill Cosby-achtige grote die vrouwen drogeerde en verkrachtte. Ja, dat gaat net wat verder. Ja, maar het is een duidelijk grensoverschrijdend gedrag wat niet goed te praten valt. Ja, in het conservatieve Amerika, het kan best zijn dat je dan ook echt even... Nou ja, Netflix is gestopt met hem, zijn serie is gecanceld, de film is gecanceld. Dus het zal sowieso een paar jaar duren. En in plaats daarvan, jongen, als ik s'avonds in mijn bed lig, tak, 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 sneller, beter, verder, meer, sneller, beter, verder, meer. Ik moet op drumles, ik heb mijn Indonesische familie niet, waarom weet ik niks van auto's? Ik heb een idee voor een gezelschapsspel, ik ben bijna 27, dus ik ben bijna 30, ik ben bijna 50, ik ben bijna dood, sneller, beter, verder, meer, sneller, beter, verder, meer. Echt, als jullie konden kijken hoe het er in mijn hoofd uitziet. Jouw grensoverschrijdend gedrag. Dat ging mijn vorige programma ook niet. Goed hoor, ja. Ja. Moet ik meedoen voordat ik... als ik kameretten wil winnen, moet ik eerst grensoverschrijdend gedrag vertonen? Ja, ik vind wel dat het er een beetje bij hoort als cabaretier. Nee. Nou Hans, daar gaan we. Kom. Ja, daar gaan we. Nee, gedraag je vooral netjes. Ja. Maar ik vind het wel interessant of je dan in je show... Of jij er dan ook dingen uithaalt waarvan je zegt... Nou, dat is iets wat je eigenlijk niet zomaar bespreekt en wat jij dan wel in je show gebruikt. Ja, de show nu die ik nu maak gaat over perfectionisme en over jezelf tot de limiet pushen, terwijl het eigenlijk niet eens nodig is. En ik denk dat dat wel een thema is waar veel mensen mee worstelen. En dan probeer ik wel dat zo onder woorden te brengen dat mensen denken, oh, dat had ik nog nooit gezien, maar ik herken me daar wel in. Ja. En hoe ben jij tot die show gekomen? Of tot dit onderwerp? Je gaat op een gegeven moment een soort rode draad maken, denk ik. Ja, ik heb al sinds een paar jaar een slaapprobleem. En dat heeft daar echt mee te maken. Dat ik gewoon wakker lig en denk, oké, ik moet meer, ik moet verder, ik moet beter, ik moet mee naar mijn kameretten. Daar ben ik heel slaaponderzoek gaan doen. En dat was een hele bijzondere belevenis. Toen dacht ik wel, dit speelt zo in mijn leven. Nu, ik denk dat ik daar nu wat over te vertellen heb. Ja. En dat onderwerp ben ik aangegaan en uit gaan diepen. Allerlei verhalen bij gezocht die er hebben passen. En dan heb ik nu een half uur programma over de druk van het presteren. Ja, en dan is het natuurlijk altijd, dan wordt er, ik denk dat iedereen jou de vraag stelt, is het allemaal echt? Is het allemaal je eigen leven? Denk ik. Ja, het is in principe allemaal echt, ja zeker. In principe wel. Ja, er zitten grappen bij, dus ik overdrijf wel eens wat. Maar ik denk dat de beste bron is om verhalen te vertellen die je raken. Namelijk verhalen die je raken. Ja. En ben je er inmiddels al achter waar die prestatiedrang vandaan komt? Of, Nou, ik wil niet heel Freudiaans psychoanalytisch worden, maar... dat heeft te maken met een combinatie van factoren. Met mijn karakter, met mijn opvoeding, ook de tijd waarin we leven natuurlijk. Ik denk dat dat er allemaal nu in zit. Culemborg, geloof ik, hè? Culemborg, ja. Ja, nou, echt de prestatie... Dus een enorme prestatie. Ja. Nee, maar daar kom je vandaan, of ben je opgegroeid? Ja, daar ben ik opgegroeid, ja. Ja. Is het wat? Ja, in Rotterdam. Ja, ook een mooie brug, maar dat is het. Een mooie brug. Nee, het is een heel mooi stadje. Ja, iets te klein voor mij. Dus uiteindelijk woon ik nu in Utrecht en dat bevalt me supergoed. Dat is ook wel een mooie stad. Ook wel geinig, hè? Ook wel geinig. Maar kijk nou even rond, hè? Ja. Want dit is Rotterdam. Ja. Wat zie je? Ja, het is heel industrieel, hè? Veel hoogbouw, veel scheepvaart. Voor een stad waar gewerkt wordt. Dat vind ik altijd wel gaaf. Ik had er nooit zo heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Als ik doorheen kwam, ergens op weg naar optreden, denk ik, ja, een beetje kil of zo. Maar ik begin nou ook wel het karakter van Rotterdam te waarderen. Het voelt wel als een... Is dat mijn karakter?
Kijk, wij zijn natuurlijk niet objectief, want wij vinden het allemaal fantastisch. Dat zeggen we meestal niet hardop, want dat doen we dan ook weer niet in Rotterdam. Maar we vinden het een prachtige stad. En ik vind het fijn aan deze plek. Scheepvaartverkeer. Er wordt gewoon keihard gewerkt. Vind ik ook leuk. Een bruggetje op de achtergrond. Je bent niet meer verstaanbaar, maar het heeft wel wat allemaal. Leuk als plakshot. Leuk als plakshot, ja. Cameraman wordt er wel blij van, denk ik, toch? Ja. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, meneer, kunt u wat met mijn te lange riem? Tuurlijk, knul, geef maar hier. En ik geef hem mijn riem. En hij draait zich om en heeft achter zich heeft hij zo'n werkbank met allemaal tools en gereedschap en zo. En hij pakt helemaal rechts, pakt hij exact dezelfde schaar. Als die ik thuis ook heb. Dit is het geworden! Dit is het geworden. Dit heeft hij ervan gemaakt. Voor de mensen achterin, een rechthoek van schaamte. Dat heeft hij ervan gemaakt. Het gewoon afgeknipt. Maar ook echt alles wat je van... Hier, voel aan het randje. Voel even aan het randje, serieus. Voel even aan het randje. Ja, allebei, maakt niet uit. Ik wil dit leed delen met de wereld. Voel even aan het randje. Maar ook alles wat je fout kan doen, hè. Zie, ook achter zo'n gaatje. Ook vlak achter zo'n gaatje, hè. Kijk, hier. Vlak achter zo'n gaatje. Knip dan 1 centimeter kort, wat je dit gaat uitscheuren. Begin van de broodclip aan het uiteinde van mijn riem. Nee, maar nu komt het, hè. Want ik dacht, ik ben een assertieve jongen. Deze man heeft mijn riem van 30 euro vernacheld. Ik eis compensatie. Ik wijs naar de mooiste riem in zijn winkel. En die is mijn nieuwe riem. Weet je wat ik zeg? Heel mooi. Wat krijgt hij van mij? Ja, dit is echt een hele erge vraag. Maar hobby's? Zeg maar, naast spelen. Mijn werk is mijn hobby. Ja. Nee, ja, het is wel een beetje waar. Het is wel het allerleukste wat ik doe. En dat heb ik altijd als hobby gedaan. En nu begint het te komen dat ik dat altijd mag doen. Dus dat is natuurlijk wel te gek. Ja. Daarnaast doe ik aan trampoline springen. Ik weet niet wat dat leuk vindt om te weten. Trampoline springen? Ja, dus, kunnen we even kijken trouwens hoor. Kunnen wij even bij de circusopleiding naar binnen wandelen? Daar staat inderdaad een trampoline. Ja, daarom. Dat zouden we echt even kunnen doen. Ja, ik wist natuurlijk serieus niet dat jij iets met trampoline springen hebt. Dus we gaan nu daadwerkelijk naar de circusschool om even te springen. Ja. Ik vind het wel jammer dat hier niet alleen maar eenwielig staan. Dat had ik wel heel graag. Ja, dat was wel beter geweest. Nou. Ja, ja, zeker. Circus. Nou, let's go. Okay. Als u. Oké, we zijn nu daadwerkelijk binnen bij de circusschool van Codarts. Andries, ja, je hebt nu je trampoline, dus ja, laat maar wat zien. Ja, ik ga niet hele gekke dingen doen, want ik ga me niet blesseren zo vlak voor het festival. Maar het is toch wel lekker om even te springen. Is dat een leuke hobby, Hans? Ja, ik ben zeer onder de indruk. Wee! Moet jij niet? Ja, het lijkt me niet zo verstandig als ik het ga doen. Mag ik gewoon nog een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Dat lijkt me veiliger. Is dit een mooie springplank voor je carrière? Echt te gek. Je kan je inschrijven voor de volgende editie, Hans. Mooi, hè? Nou ja, dat is wel de bedoeling, ja. Kijk, wat vooral het leuke is dat er een finalistentour aan vast zit. Dus het doel voor mij is om de finale te halen. Want dan ga je gewoon volgens mij 55 zalen spelen, de rest van het jaar. Het is echt mooie zalen, er komen ook echt mensen kijken. En dan zou het natuurlijk wel mooi zijn om daar een beetje indruk te maken. Ja, en de grote vraag is natuurlijk ook wel, er zijn 6 halve finalisten. Ja. Iedereen zal zeggen, ja, iedereen is heel goed. Maar wat vind je van het niveau en hoe vind je die andere acts ook? Iedereen is heel goed. Dat vooral. Nee, het is heel tof. Het is een heel diverse groep. We hebben 3 solisten in 3 groepjes. Dus mensen die echt sketches maken, wel muzikalere duo's. Mensen die heel erg stand-up zijn, ik ben wat theatraler. Dus het is een mooie mix. Je moet me toch maar wat leren op dit ding, denk ik. Ga ik echt een salto maken? Ik weet niet of we dat moeten doen, maar we komen net uit de kou. Maar ja, ik kom er maar eens op staan. Ik weet inmiddels officieel dat ik geen trampolinespringer word. Maar Andries, als dat met cabaret nou niet lukt, je kan altijd nog trampolinespringen worden. Ja, wie weet. Is het een ambitie? Nee, niet per se. Nee, laten we dat vooral een hobby houden. En stel nou dat je cabaretten gaat winnen, wat dan? Ja, dat zou te gek zijn. Ja, ik hoop uiteindelijk dit te kunnen doen, dat ik avond van de shows kan gaan maken. En dat dat mensen daar naar komen kijken en dat gewoon altijd blijven bestaan. Dat zou te gek zijn.
Nou, zullen we voor de kijkers dan nog even één saltootje van de zaak doen? Ja, tuurlijk. Zo, bijna mijn rug verrekt voor een week voor kameretten. Dames en heren, dit was Andries. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.